Oh, ja. Dit heb ik dus ook in het bedrijf ook. Ja. Leuk dat je kijkt vandaag naar deze nieuwe weekvlog op mijn kanaal. Mijn naam is Miranda, vandaag is het maandag. En er heerst echt volgens mij een vloek op mij, want mijn laptopoplader is er niet meer uitgegeven. Het maakte de laatste tijd al een beetje raar, maar ik dacht, weet je, het zal wel. Het zal wel niet aan mijn oplader liggen, maar aan mijn laptop zelf, weet je. Volgens mij ligt het toch echt aan die oplader. Ik ga, moet nog eens even een oplader kopen. Als ik die dus bestel, krijg ik hem volgende week binnen. Als het mee zit, dus ik kan voor mij zelf ook even geen vlogs bewerken. En ook niet voor mijn goede vriend dus, dat behalen, want daar was ik mee bezig. En op een gegeven moment scheen die laptop ermee op uit, en, of het viel laptop uit. En dat betekent dus dat de accu dus leeg is. Ik stuur die oplader in een stopcontact. En ik zit in stopcontact, maar bij mijn laptop geeft hij geen rood lampje aan. Dus die oplader zit 100%. Dus, maar alsnog, misschien koop ik ook nog een nieuwe accu erbij. Voor het geval dat, want voor hetzelfde gaat dus die dat ook het probleem. Maar dat zullen we allemaal wel zien. Of volgens mij is het er niet je accu, het is 100% je oplader. Even kijken, ja, ik moet even goed gaan zitten. Dat kun je goed zien, daar hangt dus een... Ik weet niet wat ik aan het doen ben, maar... daar hangt dus een schilderij, dat is vanmiddag opgehangen. In de gang is ook een kapstok opgehangen, die kan ik ook wel even aan jullie laten zien. Maar eerst is een schilderij, want die had ik dus het laatst toen een tijdje teruggekocht bij de Action. Deze schilderij. Die is opgehangen. Die lamp die kon niet opgehangen worden, want die man had niet het goede gereedschap bij zich. Tenminste, de kabelgootjes en zo niet bij zich, dus dat kon dus niet. Dan moet hij even daarvoor terugkomen. Daar is hij daarvoor naar de begeleiding geweest, dus ja. Balen dat dat niet opgehangen is, maar dat maakt ook niet zo uit, want ik zit niet in het donker. Ik heb een staande lamp bij de tv staan, dus dat is ook niet zo'n probleem. Nou heb ik dus die... kapstok hangen, heel erg fijn. Het hielp me ook weer dat mijn jas niet overal neer slingeren, dus dat scheelt ook alweer. Ja, ik had ook een kapstok op mijn slaapkamer hangen, maar toch als ik bezoek heb wil ik het toch een beetje fatsoenlijk hebben en dat het gewoon hier hangt. Dus ja, leuk kapstokje. Ja, er heerst dus een vloek op mij dat ik dus ja, even geen vlog kan editen. Dat is echt wel een beetje vervelend. Maar ja, het is tenslotte mijn hobby maar. En dan hebben ze eigenlijk het idee wat ik vorige week in mijn week vertelde van mijn werk. Ja, dat gaat dan ook even dus niet worden. Dat is dan even niet anders. Hebben ze op mijn werk maar even pech, want ik kan daar niks aan doen. En tenslotte, het vloggen is mijn hobby en niet mijn werk. Dus, en dat ik op mijn werk ben gevraagd, ja. Ja, heeft ook niet zo'n Patrick Haas of zo. Dus dat maakt ook niet zo erg uit. Het is vandaag... dinsdag. En mijn ouders gaan van de week donderdag dus een auto inruilen. Ik ga mee, zodat ik de visite kan vloggen. Ik moet wel eerst de ochtend werken tot 10:30. Mijn moeder moet ook nog werken. En dan gaan we in de middag gaan we dan naar de dealer om de auto in te ruilen. Eindelijk van die Flintstone auto af. Ja, die auto heeft nu een nieuwe bijnaam. Of een bijnaam gekregen, de Flintstone auto. Want ja, hè, hij valt bijna aan elkaar. Vees naar piept, schade... Niet dat raam die vastgeplakt moet worden. Dat er wat van die wieldoppen dat er al wat afgebroken is. Dat is allemaal eraan voldoet om de naam Flintstone auto te krijgen. Ik ga dus donderdag mee. Maar wat ik eerst ga doen is als ik gewerkt heb even hier naartoe. Dan haal ik mijn camera hierop. Eigenlijk zou ik met de telefoon filmen. Maar ik haal donderdag eerst hier mijn camera op. En doe ik natuurlijk ook mijn werkleren uit. Want dat is wel lekker om niet in je werkleren... weer erop uit te moeten. Het is alweer iets een tijdje later. En vandaag en gisteren zijn er dingen opgehangen. Vandaag is er een lamp opgehangen. Daar sta ik nog bij. Die staat toevallig aan. Die heb ik even aangezet voor jullie. Zodat ik het beter kan laten zien aan jullie. Dat is namelijk deze lamp. Die ik dus bij de IKEA had gezien. Je hebt ook eentje met drie, een hele grote. Maar... een hele lange, zeg maar. Maar ik vond deze wel beter staan. En dan met deze schilderij. Eigenlijk vind ik dit persoonlijk, als je zo kijkt, wel een mooie combinatie met de schilderij. Maar ook een mooie combinatie met de eettafelstoelen. Ja, hier dicht en knijpen, maar dat doet er niet toe. Kijk, en dan dat gietertje. Maar ja, dus het komt eigenlijk een beetje af. Echt blij. Ik wou dat kastje... ja, misschien ook weg gaan halen. Want ik wil daar ook misschien toch een andere kast neer gaan zetten. Of deze gaan verven. Of ja, gaan weg ergens anders neer gaan zetten. Ik moet even kijken waar. Want ik wil anders misschien ook hier een reservoir neerzetten. Zodat ik ook nog
die mandjes en zo er allemaal in kwijt kan. Zodat dat in ieder geval weg is. Ik had ook mijn moeder het idee van de week om eigenlijk... Ik laat nog even aanstaan, ik tenminste even licht. Ik had mijn moeder van de week bij de Gamma. En ik wees kijken even voor een kast voor de diepvriesje die ik heb. Ik kwam ook van die verfstaaltjes tegen. Die heb ik, als het goed is, dacht ik hier liggen. Zo, kijk hoor, want die had ik dus. Dat is een reden waarom ik die heb meegenomen. En zelfs, ik zit al in. Ik dacht dat ik ze had. Oh, wacht, ik weet wel waar ze liggen. Maar in ieder geval, ik heb van die kleurstaaltjes meegenomen. En dat heeft dan een reden. Die dressoir in de keuken, daar wil ik gaan... een andere kleur gaan geven, want hij is ook niet helemaal wit meer, dat heb ik gezien en dat is eigenlijk ook de reden. Vandaar, dan kan je hem net zo goed een andere kleur geven. Ja, hier heb ik het. Dan moet de lamp wel even uit en de gordijnen even open, want dan kan ik het beter aan jullie laten zien. Namelijk deze kleuren. Ik zal even ruimte maken hier op die dressoir. Dan kan ik het een beetje beter laten zien. Hoe of wat. Ik heb hier 3 verschillende kleuren. Eventueel op de dressoir zou willen gaan verven. Oh ja, en ik zie de achterbaan leeg is. Maar ik zeg, deze kleur heb ik dan, wil ik dan hebben. Of die kleur, of die kleur. Het kan op de kamer een andere kleur zijn. Maar dit is dan Earl Grey. Dit is dan ijzerkleur en dit is dan neushoornkleur. Ik denk eerder zo'n kleur, een beetje de patroonlook-achtig. Dan valt deze ook wel een beetje om. Even voor de vlog gebruiken. Zo en dan moet je de handtekening blurren, hè? Even kijken. Ja, dan stap je veel makkelijker in, Miranda. Ga maar eens kijken. Ja, maar ook omdat ze wacht van de knie heeft. Ja, het zit wel. Nee, zit handen. En voor opa's. Dan hoeft hij niet meer te liggen. En voor mijn moeder en voor mijn schoonvader. Dat is ook makkelijk in en uit. Ja, maar ja, dat is wel dezelfde indeling. Je hebt nog iets in stuur. Makkelijk. Ja. Dit heb ik dus ook in het bedrijf ook. Ja. Wat is dat, door die stuurverwerking? Door de telefoon of? Echt mooi, het model, ja. Die moeten de spiegels doen nog steeds hetzelfde. Ja. Niks aan veranderd, hè, al die jaren. Ik heb er nog een rasbak in, zit. Kijk, hè. Deze niet. Deze niet. Nee. Oh, gelukkig. Rookvrij. Hoop ik ook, ik kan niet meer roken in de auto. Hoe je ook minder schoon te maken. Nee, dat is mooi hoor. Het is vandaag vrijdag en ik heb lekker weekend. Er gaat bij mijn ouders van alles stuk. Die auto dus, die nu ingeruild wordt over 3 weken. De broodstof van mijn vader zelf is slecht. Maar nu ook zijn telefoon. Het zat ze me zo, mijn moeder had me net gebeld. En een collega van mijn vader had hem een... proberen te bellen, maar mijn vader krijgt helemaal niks te horen. Zelfs mijn vader zijn oortjes erin doet, dan krijgt hij zelf wel geluid, maar anders normaal niet. En de geluid staat gewoon aan. Nu gaan ze voor een nieuwe telefoon kijken. Ik heb net even meegekeken bij Coolblue. Bij Coolblue raden ze eentje aan die de beste batterijduur heeft. Ik hoop dat mijn vader dat slim doet en dat kiest. En dan bij de telefoonzaak die niet meer hier zit, maar ergens anders nu zit. Dat als je me daar naartoe gaat, die telefoon daar laat stellen, hoef ik dit niet te doen. Kan het wel, maar ja, het is beter dat ze het echt door een expert laat doen. Ik ben geen expert. Inmiddels bijna wel, maar nu, ja, niet echt, maar goed. Dus dat gaat van alles, gaat allemaal stuk. Jullie hebben dus ook gisteren gezien dat we dus naar de dealer waren geweest om die auto in te ruilen. Mijn vader heeft gisteren ook een auto dus gekocht, de Verso S van Toyota. Die krijgt hij over 3 weken, dus die kunt hij over 3 weken ophalen op 7 juli. Ik ga mee, dat is om 2 uur 's middags. Ik word hier weer opgehaald, ook deze keer dus niet, mijn ouders. Dus we zijn blij dat hij dus ingeruild wordt. Maar de waarde van de auto die hij nu heeft,
is het geen 1800 euro meer, maar 1500 euro. Dus 300 euro minder, maar toch is het nog een aardig wat bedrag. Een aardig bedrag, 1500 euro. Het is vandaag zaterdag. Ja, jullie horen waarschijnlijk muziek hier. Dat komt hier achter in het park en daar is een festiviteit gaande. Ik denk van de studentenvereniging van de Wageningen Universiteit. Want die hebben vaker wel van die activiteiten. Gisteravond was ik even met bewoner Davy op pad en nog een andere bewoner. Daar mag ik de naam niet van vertellen. In verband met privacy, maar van Davy is er niet een probleem, want die heeft zijn eigen YouTube kanaal ook, dus dat is niet zo'n ramp. En die hebben jullie laatst ook eens in mijn weekvlog ook gezien, dus dan weet je gelijk wie, over wie ik het heb. Met hem en nog iemand anders was ik aan het wandelen, want er zou hier verderop in de haven een brand zijn geweest. Scheepvaart. Nou, wij liepen dus daarheen, helemaal niks te zien, want dat is maar een klein stukje loopbrand, niks te zien, noem maar op. We liepen dus gewoon verder richting Rijn, ook niks te zien. We liepen dus terug. Ik liep voor hun en iemand anders, niet deze, maar iemand anders, die had zijn telefoon in de handen en had het op een bepaalde manier vast waarop het leek of diegene stiekem voor mij foto's aan het maken was van mijn kont. Dat komt omdat diegene een oogje op mij heeft en ik niet op hem. En dat weet Davy ook, want dat heb ik ook, dat heeft hij zelf gezegd, ook tegen me gezegd, noem maar op. Dus ze noemde, ik heb van diegene die een oogje op mij heeft ook een bevestiging gehad vorige week. En de begeleiding is dus toen met diegene ook in gesprek gegaan. En nu was het gisteren zo dat Davy opmerkte dat hij zieken voor mij foto's had te maken. Ik had een gast die niet helemaal onder is, die een zeg maar, oogje op mij heeft. Fietsbeuk, zeg maar. Ja, dat is dus wel een beetje nadeel. Dat hij had ook ingegrepen, Davy. Vond ik wel fijn eerlijk gezegd. Dat heb ik ook, tegen hem gezegd. Alleen nou is het zo. Toen hebben we daarna begeleiding gebeld. Want die andere persoon die het geflikt zou hebben, liep echt een stuk verder vooruit, want het was echt pist. En gesprek had met de begeleiding. Die is toen met die andere persoon in gesprek gegaan, en zodoende. En die heeft nogmaals duidelijk gemaakt van Miranda wil echt niks van jou hebben. Miranda wil niks met jou te maken hebben. Zoek een andere leuke dame, weet je, een leuke meid. En niet Miranda, maar een andere leuke meid van je eigen leeftijd. Ga niet iemand van mijn leeftijd 26 jaar pakken, want dat is echt veel te jong. Ik ben veel te jong, mijn leeftijd matcht niet met die van hem. Dus en ook met rust te laten. En de begeleiding zei ook van ja, als je het niet veilig voelt om naar beneden te komen, laat het weten. Dan gaan wij beneden gewoon even wachten tot je veilig naar beneden kan. Maar dat vind ik eigenlijk ook weer een beetje overdreven. Weet je? Maar ja. Ze zeiden ook gisteravond, Miranda moet zich veilig kunnen voelen. Miranda moet hier gewoon prettig kunnen wonen. Zonder dat ze last heeft van anderen. En dat is ook wel zo. Vandaag is zondag en ik heb net even afval weggegooid. Want dat moest, want het stonk flink echt, gadverdamme. Maar ja, dat heb je wel vaker als het warmer is geweest, dat het begint te ruiken. Gelukkig heb ik geen last van maden gehad en geen vliegen hier erdoor gehad. Daar ben ik wel blij mee. Alleen, ik was gestoken in mijn knieholte. Door een mug. Dus er zit nou eens lekker zo'n bult. Echt, op rotplek. In je knie op je knie rolt. Net in de zijkant van de knie. Ik kreeg ook net in één keer een hele vage abonnee op mijn kanaal. Arabisch iemand. Die geen Nederlands spreekt. Maar wel mijn video's kijkt. En Arabische comment had geplaatst. Ik heb diegene maar geblokkeerd. Ik denk van, what the fuck. Ik heb wel eens vaker van die vage comments gehad. En dan denk ik van, wat heeft het dan voor zin om die te laten staan en die mensen op mijn kanaal te hebben, terwijl ze geen reet van mijn video's verstaan. Want ik heb geen Arabische ondertiteling, geen Engelse ondertiteling, alleen gewoon Nederlands. Geen helemaal, geen ondertiteling of wat dan ook. Dus daarom vind ik het maar raar en dat snap ik eigenlijk ook gewoon niet. Maar goed,
Ik had van gisteravond ook van mijn stuinstoel en mijn plantje binnen moeten halen. Want toen ik ging slapen begon het in één keer keihard te waaien. Ik dacht, ik haal ze maar naar binnen. Omdat ik op de hoek zit, is het nogal best wel dat het daar heel gauw wind wordt vervangt. En dan heb ik al op aangehaald dat mijn tuinstoel kantelde tegen de hek aan van het balkon. En als er een keer een goede rukwind komt, ligt die tuinstoel van het balkon nog waarschijnlijk. Dus daarom haal ik hem binnen al bij de 1. Echt een klein beetje wind al, haal ik hem al binnen. Want ja, je kan beter het zekere voor het onzekere nemen, want je weet natuurlijk hier niet in Nederland. Ik heb ook nu weer een wasje erin zitten. Ik heb nog een wasje hier achter mij staan, ja die kun je niet zien. Die in de was of opgeruimd moet worden. Dus die zal ik even op gaan ruimen. Nu heb ik een wasje wel in de wasmachine al zitten. Het is nog 1:13 nog, zegt hij. Dat is maar een schot die dan tijd. Dus ja. Nou, dus ik heb ook nog iets gaas. Laatst had ik, daar ben ik vergeten te laten zien in vorige week. Och. Laatst was ik dus bezig gaan wandelen met mijn moeder. En heb toen deze veer toen gevonden. Dat is echt van een roofvogel. Is deze veer. Best wel bijzonder. Die had ik toen gevonden. Ik denk, ik neem hem mee. Het is iets later. Ik ga ook zo lekker even douchen. Want ik moet straks gewoon weer op tijd mijn bed in. Want ja, morgen gaat de wekker heel vroeg. Ik ben ook bezig met de vlog van het editen van mijn vriend. Want ik ben nou achter wat het probleem is. Ik dacht in instantie dat het zijn camera het probleem was. Van het verkeerde beeldverhouding, noem maar op. Ben ik achtergekomen dat de DaVinci Resolve, het andere editprogramma wat ik nu gebruik, zeg maar, toch eigenlijk wel fijn vind, geeft problemen met als ik zijn vlog ga editen. Mijn beeldverhouding wordt dan door dit editprogramma verkeerd gezet. En dat is heel raar, want als ik mijn vlogs bewerk, is er niks aan de hand. Wel inzet, daar gaf hij ook de goede beeldverhouding aan. Dus toen dacht ik, ga ik eens even toch kijken bij de instelling van DaVinci Resolve. Toen kwam ik erachter dat het niet goed staat als ik hem in de tijdlijn zet. Dus nou staat het goed. En dan moet ik wel elke keer goed zetten, maar dat is dan maar zo. Maar ik vind het toch wel raar dat dat ja, goed gezet moet worden. Terwijl bij mijn vlogs dat niet zo is. Daarom zit ik toch misschien te overwegen om over een tijdje toch weer terug te gaan naar Premiere Pro. En dat heeft eigenlijk een reden. Dan hoef je het niet al automatisch goed te zetten. Want dat gebeurt uit zichzelf. Ik vind het raar, Premiere Pro, dat zeg maar bij DaVinci Resolve wel moet doen. Maar bij Premiere Pro niet. Echt heel raar. Kijk, Premiere Pro heeft wel heel vaak last van dat hij stottert en stoort. Dat hij vaker vastloopt, vaker dan DaVinci Resolve. Maar toch vind ik dat weer fijner dan dat hij, zeg maar, dan dat ik hem handmatig de bestandjes goed moet zetten. Oké, het is maar een paar klikken, maar toch. Het is wel een beetje vervelend. Het is toch wel zo irritant. Er is niks op tv. Dan zet ik maar Nick Toons aan. Ja, dan als er niet veel bijzonders op de televisie is, dan maar dat, hè. Maar dit is dus wat ik bedoel met die beeldverhouding die nou goed staat. Kijk. Beeldverhouding staat nou goed. Je ziet daar wel van die zwarte balkjes in die mediapools dat. Dan zie je van die zwarte balkjes aan de zijkant. Zo was het eerste instantie in de tijdlijn. Dus dat klopt echt niet. Dus echt heel raar. Maar goed, mijn laptop doet het gewoon. Dus nu goed handelen. Dealen ermee, dus ik ben blij. Maar toch over een tijdje, omdat haar de schijf zelf niet meer zo vertrouwd of betrouwbaar in, koop ik toch over een tijdje lekker een nieuwe laptop. Hebben we dat gezeur niet meer. En ik durf het nou niet aan om Premiere Pro mijn laptop te draaien. Omdat die wat eerst weer wat een paar graden zwaarder is dan DaVinci Resolve. Dat heb ik wel gemerkt. Zeg maar, om mijn computer trekt DaVinci Resolve beter. Want dan loopt die niet zo vaak vast. En Premiere Pro heb ik daar wel het probleem dus mee. Dus dan betekent dus dat mijn laptop Premiere Pro nu niet meer aan, nog niet echt meer aan kan. Dus dan moet ik toch keuzes maken. In ieder geval, ik wil jou dus bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Vergeet natuurlijk geen duim omhoog te doen. Vergeet natuurlijk niet te beneden op mijn kanaal te abonneren. Druk zeker ook even op het belletje. En ja, dan zie ik je volgende keer bij een nieuwe weekvlog weer.